Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. Op de zaterdagmiddag weer een gezellige demodag. Nou, vandaag hebben we dus 3 verschillende lives. Een keer geen 4, het lukt niet altijd. En zeker ook in de komende weken zal het ook niet altijd meer lukken om 4 personen op een zaterdag te krijgen. Want we zitten natuurlijk wel richting de vakantieperiode. En niet iedereen wil dan zo heel veel live. En dat is natuurlijk heel erg logisch. Hoeft ook niet. Dus 3 is ook meer dan genoeg. Eigenlijk. Vanmiddag ga ik gewoon weer een gezellige knutselmiddag ervan maken. Vanmiddag wil ik aan de slag gaan met de nieuwe Art Journal Specials van David. De Back in Time collectie. Ik heb een klein beetje gestanst. De rest ga ik gewoon gaandeweg tijdens de live doen, want ik heb nog niet echt een plan wat ik wil gaan doen. Nou, bij deze collectie, ik zal hem even kort laten zien. Ik zal er even iets doorheen gaan wandelen. Er is een heel mooi paperpad bij. En dat paperpad ga ik ook gebruiken. Dat is de Grungy Wood. En dat is dus gewoon echt allemaal houtstructuur. Dus gewoon echt een beetje rustige achtergrondpagina's. Daar kan je zelf nog weer met van alles op gaan werken. Dus even snel er doorheen. Kijk, daar zit ook zo'n tof mandala zit erbij. Je kan dit ook prima combineren met andere designpapiertjes als je dat leuk vindt. Kijk, die achterkant is toch ook gaaf. Het is wel echt heel mooi papier. Nou, dat is het, het basispapier, zeg maar. Daar heb ik dus ook wat al uitgestanst wat wij vanmiddag gaan gebruiken. De stansmalletjes heb ik eventjes niet allemaal compleet bij elkaar. Ik ga maandag ga ik een showtime doen. En dan laat ik nog even alle malletjes nog een keer weer zien. Dit is bijvoorbeeld nog een hele mooie. En daar hoort nog een ticket bij. En een pocket. Dus dat is de Timeless Rounded Corners. Kan je als kaart gebruiken of je kan hem doormidden doen. Dan past hij dus in je Traveler's Note. We hebben een hele mooie ticket. Kan je ook als kaart gebruiken of die kan je ook in je hier doormidden vouwen. Past die ook in je Traveler's Note. Ga ik straks dus ook doen. Daarbij zitten mooie vlinders, takjes, een stukje decoratie zit erbij. Dus dat zit bij deze. Dan een heel mooi alfabet. Alfabet, numbers and more. Dan is er een malletje. En die hoort weer bij een stempeltje. Die hoort bij, even kijken, dit stempelset. Dus dan hoef je niet zelf alles uit te knippen. Maar dan kan je het gewoon netjes uit gaan stansen. Dan is dit stempelset nog nieuw. Met de mooie bloemen achtergrondje. Deze met de beertjes is nieuw. Eén met nieuwe teksten die passen bij deze Back in Time collectie. Nou, dat viel wat op de grond. Er zijn hele toffe gears zijn uitgekomen. Get into gear. En we hebben, even kijken, erbij pakken. Zo. We hebben een hele toffe mandala. En die toffe mandala, dat is onder andere deze. Kijk, die is toch ook heel erg gaaf. En ik heb ook nog wat gears uitgestanst alvast. Nou, die gears die gaan we straks nog even bewerken. Die toffe vlinders
We hebben wat takjes. Nou, dat zijn dus allemaal standjes uit deze nieuwe collectie. En daarbij, dan gaan we dit even aan de kant leggen, zijn ook nog 4 mask stencils. En dat zijn dus mask stencils op slimline formaat. Kijk, die zijn ook ontzettend mooi. Deze is ook heel erg mooi. Mandala erbij. En een grotere mandala. Nou, dat is in principe de collectie. Dit is de ticketkaart. De ticket kan je dus ook als een gewone kaart gaan gebruiken. Ik heb hem op de helft heb ik hem gerild, zodat hij in mijn Travelers Note gaat passen. En deze ticket aan deze kant ga ik dubbel vouwen. En daar wil ik een ander kleurtje op gaan plakken, omdat ik dat mooier vind. Dan wil ik die als een soort pocket op gaan plakken, zodat ik hier bovenin wat in kan gaan steken. Maar ik wil daar ook een flapje van houden, zodat ik deze ook nog kan gaan beplakken. Dus ik wil hem hier nog weer met van die deze dingetjes vast gaan maken. Tenminste, dat is een klein beetje de planning wat ik dacht, wat ik wilde gaan doen. Maar we gaan het zien. Ik heb ook nog zo'n pocket uitgestanst. Die komt of op de voorkant of op de achterkant. Maar goed, we gaan gewoon ergens beginnen nu. En we zien wel wat het gaat worden. Nou, ik ga deze in mijn Travelers Note doen. En ik had deze keer een hele mooie groene. En die heb ik gepimpt met de Fabric Washi Tape van 49 & Market. Dit is nog even een proefopzetje. Want ik wilde kijken of er dat op kon. Want officieel is dat gewoon zo'n zwarte pocket. Maar ik had zoiets van, ik zag dit liggen. Ik denk, oh, dat past er perfect bij. Deze Travelers Note is, ik ga even kijken hoe groot die voor is. Dat vraagt Thea. Deze is 12 centimeter. Ja, dan is die 12 bij 12, want dit is een vierkante. Ik zit even te denken, wat is wijsheid? Ik wil met, ik ga gewoon aan de binnenkant beginnen. En ik wil daar nog wat met mijn mask stencils op gaan werken. Even kijken, wat ga ik doen? Ik ga een gedeelte gebruiken van deze. En ik denk dat ik maar gewoon met een blending inkt ga werken. En heb ik nog een craft sheet of iets dergelijks? Die ben ik eigenlijk vergeten te pakken. Maar ik heb nog wel mijn mixed media matje in de buurt liggen. En die kan er prima onder. Dan kunnen we toch even met een inktje gaan blenden op de achtergrond. Het is natuurlijk ook wel heel erg tof om daar met structuurpasta mee te gaan werken. Even kijken. Ik wil zo op de helft wil ik hem erop hebben. Dan pak ik er de walnut steen bij. Dat vind ik wel een leuk kleurtje erbij, denk ik. Dan moet ik even een blending sponsje hebben. Alhoewel, misschien dat het ook wel gewoon, met mijn brush tool kan, want dan heb ik ook de kleur niet zo heel erg donker.
Dus dit houtpapier kun je gewoon nog helemaal weer naar je eigen stijl gaan maken. Ik heb dus ook geen plan wat ik vanmiddag ga doen. Ik zie het gewoon. Kijk, dit is toch gaaf. Oh, dit is wel een heel mooi mask stencil, moet ik zeggen. Kijk, die komt dan zo een beetje daar aan het midden. Dan wil ik hier ook nog een gedeelte hebben. Even kijken tot hoe ver ongeveer het zat hier. Weet je, dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet zo pietje precies. Maar ja, dat is weer een beetje, ja, dat is leren loslaten dat het niet allemaal pietje precies hoeft. En dat vind ik af en toe nog een beetje lastig. Een klein beetje op de achtergrond. Oh, die mag ook nog iets. Dan mag die hier in het hoekje. Oh, dat is al leuk. Nou, de achterkant denk ik niet dat ik met dit mask stencil op ga werken. Nee, gaan we niet doen. Dit even schoonmaken. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog hele leuke stempels erbij zitten. Nou, die stempels kunnen we natuurlijk ook wel gaan gebruiken op de achtergrond. Even kijken, welke stempel pakken we erbij? Ik denk dat ik deze ga pakken. En dan gaat die mooie bloemetjes nog een klein beetje stempelen. Of bloemetjes, die takjes, laat ik het zo zeggen. En dan ga ik ook gewoon de kleur, of deze inkt denk ik voor pakken. Of ga ik daarvoor, nee, ga ik toch met deze doen, met de VersaFine Eclair. Een paar leuke takjes. Nou, de VersaFine Eclair heb ik nu de kleur, volgens mij, Fallen Leaves. Even kijken, ja. Dit is kleur Fallen Leaves. Dus een mooie donkerbruine kleur is dat. Die gaat daar ook nog komen. Dan had ik dit blaadje ook nog, die wil ik er ook nog bij. Die komt daar. En die stempelen we daar nog een beetje. Even kijken, komt hij er meer op? Nee, meer niet. Dat laten we hierbij. Dan even kijken. Ik vind het wel leuk om een klein beetje script nog op de achtergrond te doen. Nou, daarvoor heb ik nog een stempel uit de vorige collectie, ook van de Art Journal Special. En dan pak ik gewoon een gedeelte van deze tekst. Dit is de allernieuwste Journal Special. En daarvan gebruik ik dan gewoon eigenlijk oud en nieuw even door elkaar. Die Tickety is dus van deze nieuwe collectie. Her en der wat tekst.
Er zit ook zo'n leuke cirkel nog bij. Nou, die cirkel gaan we ook nog een klein beetje stempelen. Kijk, dan krijgen we toch een hartstikke mooi achtergrondje. Dus zo zie je maar, het was net gewoon uniehoutpapier, maar het wordt alweer helemaal wat anders. Even deze schoonmaken. Daar zit ook nog de tekst op Time. Nou, het is een Back in Time collectie. Dus dan moeten we de tekst Time wel even verwerken op onze pagina natuurlijk. Misschien dat we het straks helemaal niet weer zien, maar dat zie ik dan wel weer. Even kijken, hier zit de vouwlijn. Daar kwam de keer Time. En daar kwam de keer Time. Nou, dat wordt al helemaal leuk. Dan, wat kunnen we nog meer verzinnen? We gaan zo meteen alvast eens even kijken wat er bij kan qua stansjes en zo. Want anders dan heb ik straks de hele achtergrond al vol. En dan plak ik er alles overheen en dan zien we het nog niet meer. Even een beetje spetteren uiteraard. Oh, wat ik ook nog wil doen is de randjes even bruin gaan maken met die walnutsteen. Dus gewoon echt het papier nog iets meer op kleur brengen. Echt over de randjes nog weer heen. Kijk, zie je, dan krijg je nog weer net dat oudere effect. Had ik beter kunnen doen voordat ik met de Posca aan de slag ging natuurlijk. Maar dat geeft niet. Het kan nog steeds. Dus ik doe er nu een beetje van die walnutsteen van de Distress gaat er overheen. Ik moet zeggen, ik deed niet zo heel veel met die Traveler's Notes. Maar sinds kort heb ik dat toch wel een beetje ontdekt. Want het is wel heerlijk rustgevend om te doen. En in zo'n pagina heb je ook nog wel een keer klaar. Dus je gaat gewoon even lekker een keer een uurtje zitten. En ja, je hebt ook een echt iets af. Nou, je bewaart het gewoon lekker in een boekje. Je kan het weer terugkijken. En elke keer kan je ermee verder gaan. Dat is geen project wat in één keer klaar hoeft. Dan kan je gewoon een aantal weken, een aantal maanden over doen. Ja, die weer even schoon. Ik wilde. Oh ja, die kwam op de voorkant hier. Die kwam hierop. Ga ik daar nog wat op stempelen? Nee, dat ga ik niet doen. Even kijken, wat is wijsheid? Ga ik die alvast. Dat is toch ook leuk. Gewoon hartje flatsje een beetje met je inkblokje. En dan heb je dus ook weer leuk. Ook weer een extra accentje op de achtergrond.
Nou, ook daar kan ik natuurlijk nog weer even iets op spetteren. Echt die spetterpen. Ik ga niet meer zonder. Hier wilde ik een pocket van gaan maken. Dus ik ga hem gewoon met. Ik ga hem wel met lijm opplakken. Omdat je hier natuurlijk die inkepingen hebt. Maar ik wil daar dan wel een pocket van maken. En ik zit ondertussen al gelijk te denken van hoe tof is het om daar een touwtje omheen te gaan wikkelen. Ja, deze journals, ja, het is echt leuk om te gaan doen. Makkelijkste is dan natuurlijk wel als ik straks bovenaan nog even een klein gaatje maak waar de pocket weer uit kan. Oh, dat kan nog wel. Dus deze keer ga ik even niet met dubbelzijdig tape aan de slag. Maar doe ik het gewoon met een beetje lijm. Om met dat dubbelzijdige tape om de bocht te gaan, dat vind ik altijd weer net wat lastiger. Die komt hierop. Even kijken. Ik ga even kijken of ik een cirkelpons in de buurt heb. Die qua maat een beetje uitkomt. Volgens mij heb ik alleen maar hele grote hier liggen. Even kijken. Nou, deze valt wel mee. Even zorgen dat hij ongeveer in het midden zit. Kijk, dan hebben we zo'n gaatje. Dat is net iets makkelijker om straks je labeltje dan weer uit te halen. Want dat labeltje dat komt dan weer hier precies tussenin. Wordt wel een smal labeltje, maar dat mag. Even kijken. Een slokje koffie. En ik had gezegd, ik wilde hier een touwtje doorheen doen. Gaat daar een breed touwtje doorheen of een smal touwtje? Daar gaat een bruin touwtje doorheen. Die ga ik hier aan de zijkant even strikken. En dan kan daar straks nog weer iets leuks aangehangen worden. Een labeltje of een bedeltje of weet ik veel wat. Dat ga ik straks nog even bedenken. Ik laat het nog heel eventjes zo liggen, omdat ik nog niet precies weet wat ik daar verder bij ga doen. Ik had gezegd dat ik hier van die enforcers nog aan wilde maken waar die mee open kon. Dus dan kan ik die beter nu ook eventjes erin gaan maken. Even kijken, even een priktool en even een pennetje om het af te meten. Dan moet mijn gaatje zo ongeveer daar komen. En daar. Ja, Studio Light heeft zo'n hele handige priktool. Daar kan je mooi gaatjes mee maken. Nou, straks aan de achterkant verwerk ik dat wel weer, dat daar iets overheen gaat komen.
Even kijken, die moest daar komen. Die daar. En dan moeten we een splitpennetje erbij hebben. Dan ga ik even deze dicht doen. Daar. En die komt daar. En dan gaan we zo eens even in onze grabbelbak kijken naar de stansjes. Wat daar allemaal voor leuks in zit. Nou, hij had dus eigenlijk iets opgeschoven moeten worden. Maar het gaat nog wel passen. Daar verzinnen we wel wat op. Kijk, dat is toch leuk. Je kan ze zo een beetje omhoog doen. Je kan ze naar beneden doen. Je kan ook zeggen van ik laat hem gewoon zo. En ik stop hier aan de zijkant een label of een ticket achter. Kan ook nog. Misschien dat we dat straks ook nog wel op die manier gaan bedenken. Even kijken, ik heb nog van die hele toffe gears. Die moeten er natuurlijk ook nog bij op. Die gears die heb ik alvast even uitgestanst. En ik heb daarvoor weer dat toffe papier van ja, Tim Holtz gebruikt. Dat ja, craftstock is het. Ik heb de cool colors en de neutral colors gebruikt. En deze bruine heb ik dus deze neutrals voor gebruikt. Even kijken. En hier had ik dat andere kleurtje voor gebruikt. Nou, dit is dus dat leuke schuurpapier. En dat ga ik eerst eventjes hier een beetje oud maken. Dus even lekker weer opschuren. Je kan het ook bijvoorbeeld met verf dat je een beetje zo'n patina effect gaat maken. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. Dus even met die sanding discs van Tim Holtz eroverheen. Ja, kijk, jullie zien het wel. Dit is echt superleuk. Nou, en dit kan je of heel veel af gaan schuren. Zodat je gewoon heel veel van dat kraft gaat zien. Of dat je zegt van, nou, ik ga er alleen maar lichtjes overheen. En ik wil maar een klein beetje van dat kraft tevoorschijn laten komen. Ja, kijk, dat is gewoon aan jezelf wat jij leuk vindt. Deze vlinder wil ik bijvoorbeeld, ja, dat blauwige nog wel redelijk zichtbaar blijft. Dus daar ga je gewoon lichtjes een beetje overheen en dan niet te veel. Deze vlinder, ik ga ze maar gelijk eventjes allemaal schuren. Want dan kunnen we straks ook in één keer gaan plakken en de indeling gaan bepalen voor onze creatie. Ja, momenteel ben ik gewoon echt helemaal een beetje verslaafd aan dit leuke schuurpapier. Het is gewoon, ja, zo leuk. Ja, en weet je wat het is? Je hebt heel vaak, dan ben je met iets bezig en dan heb je gewoon in één keer een manie van, dan gebruik je het gewoon een tijdje achter elkaar. Gewoon omdat het te leuk is om het dan niet te gaan gebruiken. Die komt dan daar straks. Misschien is het wel leuk om die... Of we doen die vlinder zo. Dat kan ook nog.
Nee, ik denk dat deze hierop gaat komen. Die is net iets kleiner. Die past net wat beter. Dan komt deze straks aan die kant. Dan heb ik ook nog wat groene takjes. Maar die komen wellicht aan de binnenkant van mijn project. Even kijken. Deze hebben we nog. En ook deze takjes, ja, ik doe alleen een klein beetje eroverheen. Dus lichtjes opschuren. Dat echt een klein beetje dat kraftkleurtje tevoorschijn komt, maar niet te veel. Dat takje kan daar heel mooi. Oh, dan heb ik nog van die leuke kleine gears. Eigenlijk is dit formaat gewoon te klein voor mij van die boekjes. Want ik heb ze veel te snel vol, de pagina's. Hey, dat is wel tof om die nog weer in het hartje van die... vlinder te gaan doen. Time. Even te denken, want ik wilde op deze pagina eigenlijk een foto gaan doen, maar ik twijfel nu of ik dat überhaupt wel ga doen. Ja, alhoewel. Het is toch wel leuk. Hier komt dan nog de tekst in een ander kleurtje weer achter. Fly free. Een ticket erachter. En nog een gezellig groen takje aan deze kant. Het groene takje gaat weer een beetje over de gear. Of we doen fly free aan deze kant. Kijk, want hier staat natuurlijk al time. Kunnen we hier ook een kleine tekst gaan maken. Dat kan ook. En even kijken. Wat kan nog meer? Wat kan nog meer? Ik heb ook nog een bruine ticket. Die gaat er ook bij achter. Dus ik ga een blauwe ticket doen en een bruine ticket. Ik ga dit zo doen. En dan komt hier een heel klein tekstje nog op. Die kunnen we straks even gaan stempelen. En dan gaan we deze gewoon zo opplakken. Ja, dat gaan we doen. Dan is die kant in ieder geval klaar. Dan kunnen we daar niet meer over zeuren. Deze kwam hier zo ongeveer. Deze tickets een beetje inscheuren. Dat vind ik dan altijd wel weer leuk. We kunnen die ticket ook daar bovenaan doen. En die daaronder. Even met een druppielijn vastmaken. Die komt met een druppielijn vast. Deze kwam daar. Die vlinder die kwam er niet op.
een leuk takje. Die gaan we daar vastmaken. En dan doen we daar nog even een paperclipje aan. Ja, dat gaat zo. Dan hadden we dit takje aan deze kant. En die steek ik er zo een beetje onder. Die komt daar naar beneden. Dan kan ik ook deze gear nog aan die kant erbij doen. Dat gaan we doen. Die kant daar weer achter. Dan kwam dat takje daar. Nou, het fotootje kwam daar. Dan komt daar nog een tekstje. Even kijken, hier zat de vouwlijn. Even goed in de gaten houden waar alles zit. Ja, vind ik jammer als dat over de time hier gaat. Dat gaan we niet doen. Wat gaan we dan doen? Gewoon niks. We gaan daar verder niks doen. Deze ga ik nog even met de blending tool ietsjes bruin maken. Dan gaan we deze opplakken. Okay, je kunt altijd straks op het laatst nog wat dingen toevoegen. Hè? Dat is altijd nog mogelijk. We moeten straks ook even kijken hoe het geheel is als we er twee van hebben. Twee pagina's, zeg maar. Wacht even. Zo. Zo past die wel. Dan kan dit kleine takje daar nog weer precies overheen. Het is ook zonde om het weg te gooien natuurlijk. Die komt daar weer onder. Nou, we hebben toch een leuke pagina. Dan zit ik alleen te denken of ik er zo'n zwart stikkervelletje op ga doen. Of dat ik straks een tekstje ga stempelen met iets uit deze collectie. Dus dat ga ik straks nog even bekijken. Kijk, nu ben ik niet slim geweest. Want die gaat dus helemaal niet passen. Deze daar. Want dan kan mijn boekje niet meer dicht. Nou, dat takje gaan we gewoon even ietsjes bijbuigen en maar even vastplakken, want anders kan die ook niet dicht. Kijk, daar moet je dan wel een beetje rekening mee houden dat hij wel dicht kan. Kijk, dat is toch leuk. Nou, dat is de eerste en dan komt hier nog wel een tekstje en ik denk dat we die straks nog even gaan stempelen. Nou, deze kant gaan we ook gewoon vastplakken. En wat doen we? Ik kan ook die vlinder gewoon zo in het midden doen. Wat is leuker? Oh, keuzestress. Of de vlinder zo in het midden. Nee, we gaan hem zo vastplakken.
En ik wil hier in het midden, of ik ga deze doen, of ik ga er zo'n, even kijken, heb ik die nog in de buurt liggen? Dit zijn van die clockwork dingetjes van Tim Holtz. Dat is misschien ook wel heel erg leuk erin. Of die hangen we hier aan. Nee, die ga ik hier aanmaken. Dat is een leuk bedeltje daaraan. En dan ga ik in het midden toch maar gewoon die gear vastplakken. Ik vond dat best wel leuk staan eigenlijk. Dan wil ik dat touw ietsjes korter maken. En dan gingen we deze vlinder daar plakken. Dan ging deze hier zo in het midden erop. En je kan natuurlijk ook nog dat lijfje van die vlinder in een andere kleur doen, wat jij wilt. Je kan die vlinder ook leuk in 3D nog op gaan plakken. Ga ik deze keer allemaal niet doen. Maar er zijn echt nog heel veel, ja, heel veel leuke mogelijkheden mee. Maar ja, op één pagina kun je gewoon niet alle ideetjes kwijt. Daar zijn de pagina's gewoon te klein voor of de ideetjes te veel. Het is maar net hoe je het bekijkt. Nou, mijn touwtje ga ik even knippen. Daar komt straks nog eventjes dan dat dat bedeltje aan vast. En dan kunnen we nog even kijken of we er een tekst bij gaan maken. Of dat we dat niet doen. Dat bekijk ik straks nog eventjes. Oh, dit is toch ook wel ontzettend leuk. Ik wil dan hier in het hoekje ook nog iets hebben. Daar mis ik gewoon nog net iets. Deze gaan we daar zo meteen even met een bedeltje aan vastmaken. In het hoekje zou dan ook wel een kleine, nou, blauw vind ik bij die niet mooi. Ja, vind ik dat leuk of vind ik dat niet leuk? Een donkerbruin ticket, dat is denk ik wel leuk. Maar die vind ik net te groot. Dus die ga ik eventjes door de helft vouwen. Kijk, dat is dan wel weer leuk. En die ga ik gewoon vastplakken. En ik ga maar niet met een nietje doen. Want hier werd een pocket van gemaakt. En dan heb ik hem straks natuurlijk door mijn papier heen. Dat is ook niet handig. Zo zijn we alweer een heel eind. Hij moet hier aan de achterkant natuurlijk wel vast. Slimpie.
Dan hebben we nog een text time. Die zou ook daar kunnen. En dat ik dan hier straks ook weer een bedeltje aan ga plakken. En dan doe ik de vlinder daar. Oh, ik heb die leuke doily ook nog uitgestanst. Maar die past hier natuurlijk niet op. Die letters van Time, die heb ik in ieder geval even niet nodig. Die moeten er even uit. Wat gaan we hier nog meer doen? Eigenlijk vind ik dat aan deze kant niet eens zo heel veel nog erbij hoeft. Als we hier nou eens een... even kijken. Ik heb nog... wat leuks liggen. En dat is van Tim Holtz. Kijk, als we nou alleen die vlinder daar zo opplakken en deze. Even spieken of ik dat leuk vind hoor. Of dat we alleen de tekst time daarop gaan doen. Nee, time komt gewoon aan die kant. Ik vind dit... toch niet mooi. Dus ik ga hier die vlinder doen. En dan kunnen we de tekst time ook eventueel nog... wacht even, dat kan hier aan de zijkant mooi. Kijk, dat past weer precies zo op die lettertjes. Dan zit de vlinder daarachter verstopt. Dan hebben wij natuurlijk... ik heb nog een ander leuk stansje. Wacht even. En dat is denk ik wel leuk, want er zit ook een... moet ik alleen even kijken. Ja, een kleine doily bij. En dat is natuurlijk wel leuk om de doily daarachter te doen. En dan die vlinder. Dat gaan we eens even proberen. Nou, die moet ik nog eventjes uitstansen dus. Eventjes snel door de machine. Ja, natuurlijk kun je ook, kijk, er zitten ook allemaal stempels bij. Dus je kunt ook een ingekleurde stempel erbij gaan gebruiken of iets dergelijks. Maar ja, die heb ik gewoon, ja, dat gaat me in één zo'n live allemaal niet lukken. Om dat dan ook nog te gaan kleuren en zo. Dus dat gaan we niet doen. De doily. We gaan eens even kijken of dat leuk is. Nou, weer lekker allemaal prutelementjes. Dus we hebben straks weer lekker wat op te ruimen. Die kan daar dan natuurlijk wel weer ontzettend leuk op. En schiet me in één keer te binnen dat ik ook van Studio Light nog van die hele leuke postcards heb. Ik weet
niet of die hierachter passen of dat die net te groot zijn. Nou, luister, die is daar te groot voor. Maar ik zou wel een gedeelte van die postcard hier nog achter kunnen doen. Even kijken. Dat gaan we gewoon even proberen. Rekening houdend met een stukje van die. Ach, weet je, we moeten toch gewoon een beetje spelen en proberen. Hij moet iets kleiner nog. Even kijken. Ga er ook gewoon een stukje van de postzegel af. Het gaat erom dat ik wat iets meer kleur nog net op die achtergrond ga krijgen. Ik denk dat dit hem gaat worden. De postkaart met de vlinder zo. Kijk, dat is toch leuk. En dan doen we daaronder nog weer een klein stukje van zo'n touwtje. Vind ik niet leuk, maar wie ben ik? Ja, de een vindt het wel leuk, de ander niet. Ik zit ook zelf nog een beetje te twijfelen, want ik vind het zo qua kleur iets mooier worden één geheel. Ik vind, weet je, ik doe het niet. Ik ga deze ga ik lekker schuren. Die ga ik in het midden vastplakken. Die gaat hier komen. Een stukje touw onder onze vlinder. De vlinder gaat daar. Oh, Jannie vond het juist weer mooier. Nou ja, weet je, zoveel mensen, zoveel wensen. Ik ga er nog zo'n lichte ticket. Ga ik hierbij doen. En die kan ook eventueel nog onder de doily een gedeelte. Kijk, dan heb je wel een iets lichter kleurtje. Maar dan heb je weer het combinatiegedeelte met de andere kant. Dus hier komt nog weer een leuke ticket. Die gaan we zo vastplakken. Ja, weet je, ja, het is inderdaad zoveel mensen, zoveel wensen. De een vindt zoveel mensen, zoveel wensen en zoveel smaken. De een vindt dit leuk, de ander vindt dat leuk. Die gaat daarop komen. De tekst time ga ik alvast even vastplakken. Die komt hier precies op het randje. Nou, het kan best zijn dat ik na de live echt nog wel even wat finishing touch ga doen. Maar ja, ik heb gewoon niet alles nu binnen handbereik liggen. Ook niet voldoende tijd gehad om alles helemaal voor te bereiden. Maar het gaat ook gewoon om gewoon een lekker mindful uurtje. Even in ieder geval de grootste basis klaar. En daarna kun je het gewoon opwerken zoals je zelf nog wilt. Nou. Deze heb ik, als het goed is, in de stansmal nog een ander kleurtje.
van de tickets uitgestand zitten. Als het goed is in die bruine kleur. Die pakken we er nog even weer bij. Oh nee, dit was de groene kleur. Nou, dat gaat hier niet bij passen. Want ik had gedacht, dan ga ik die twee in elkaar plakken. Of we moeten er een groen takje weer boven gaan plakken. Dat kan natuurlijk wel. We gaan eens even spieken. Ook hierbij weer time. We hebben nog zo'n leuk groen takje. Die kan dan daar nog weer leuk. En dan zouden we hier bijvoorbeeld nog een leuk klein vlindertje of iets dergelijks kunnen doen. En verder zou ik dan ook daar niet op gaan maken. Of voor het geheel kan er uiteraard weer een ticket bij. Nou, dan komt hier nog een klein bloemetje of vlindertje. Deze ga ik daar zo nog weer op plakken met waarschijnlijk wat kleine plakpareltjes. En hier komt nog een tekstje en dat ga ik waarschijnlijk stempelen met deze stempels. En dan even een van die teksten erbij zoeken wat gewoon een beetje past in dit geheel. In deze wil ik in het midden nog zo'n metalen pennip gaan doen. Dan gaat deze dicht. Dan komt dit weer tevoorschijn. Zo. Dus die schuif weer dicht. Nou, daar ga ik nog even iets mee puzzelen. Want ik heb dat dus net ietsjes te krap opgeplakt. Die moet dus nog een klein beetje aangepast worden. Deze kan je dicht doen. Dan kan dit geheel gaat dan weer in mijn Travelers Note. Dus deze komt dan hier weer netjes in. En dan, een andere keer ga ik de voorkant nog maken. Daar komt weer zo'n leuke pocket bij. Daar had ik die mandala eigenlijk nog op willen maken. En dan aan de achterkant ook weer een gedeelte van die mandala nog weer erbij gaan doen. Ook daar een tekst. Vlindertje misschien. Of die tekst Fly Free. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden. Ik moet er gewoon nog weer een stuk verder mee. Hier komt ook nog een labeltje tussenin. Maar dat komt allemaal nog. Het grootste gedeelte is nu klaar. Nou, dit is dus gedaan met die nieuwe Back in Time collectie van David. Echt een hele leuke collectie. Ik ga er zeker nog vaker mee spelen, maar wanneer gaan jullie wel weer zien. In ieder geval voor nu iedereen weer ontzettend bedankt voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer. Oh ja, PostNL die is momenteel heel slecht met verzenden. En je moet soms iets langer wachten op de pakketjes. Nou, de meeste pakketjes die versturen wij met GLS. En dat gaat wel redelijk snel. Maar als het brievenbuspost is, ja, momenteel is het gewoon een beetje lastig. Ik hoop dat jullie het toch een inspirerende live vonden. Maandagmiddag ben ik er weer voor een live showtime. Dus dan zie ik jullie graag weer terug.
een heel fijn weekend en tot de volgende keer dan maar weer. Doei doeg!